Amsterdam, stad aan de Zuiderzee, stad aan de Noordzee en aan de Amstel. Amsterdam, smeltkroes van cultuur, van culturen en mensen vol met vuur, vol violet vuur en grachten vol met water. Amsterdam, met zijn Amsterdamse grachten en zijn hoeren en cafés. En een historie die altijd roept om vrijheid. Amsterdam, stad vol lyriek, zo vol muziek. En vandaag dus opera. In zo'n typisch Amsterdams huis. Komt u binnen? Die meesterzinger van Nuremberg, de meesterzangers van Nuremberg, van de componist en tekstdichter Richard Wagner. Een inleiding tot die muziek door Maarten Zwiers, die ons bewuster bewust zo'n opera wil laten beleven. Ja, ik mis nog een paar mensen. Maar... En diep in en achter de werkelijkheid van dit esoterisch kunstwerk zal gaan. En dan nu, deel 2 van deze serie. Als ik naar buiten kijk, of hier kijk, ik zie dat er een schepping is ontstaan. Ik zie dat er een wereld is waar vormen zijn gecreëerd. Dus mag ik de conclusie trekken dat dat hoogst onkenbaar is. Noemen, maar ik moet er even met u toch van gedachten over kunnen wisselen, dat het hoogst onkenbaar blijkbaar zich eens in een hoogst, in een oer-yang en een oer-yin heeft gesplitst. Ten einde, door de wisselwerking daartussen, die hele schepping te doen ontstaan. Een oer-yang, oftewel een oerscheppend vermogen, en een oer-yin, een oervormend gevend vermogen, zijn ontstaan. En uit deze vermogens is door oneindige tweedeling de wereld der 10.000 dingen ontstaan. En in die grote piramide die zich daar vertoont, zijn alle verschijnselen in de hele kosmos, abstract of concreet, te vinden. Ieder verschijnsel heeft per definitie in die piramide zijn plaats. Een volgende conclusie die ik dus mag trekken, een esoterische gedachte, is dat alles dus met alles samenhangt. Per definitie heeft alles zijn plaats binnen die piramide. In die hele piramide is ieder verschijnsel weer de top van een deelpiramide. En onder die top van welk verschijnsel dan ook, ontstaat door differentiatie die deelpiramide. Nu ga ik hetzelfde een beetje anders zeggen. Ik zei eerst dat het hoogst onkenbare deze beweging naar beneden heeft gemaakt. Gaat die differentiatie oneindig door? Als wetmatigheid 5a, 5 geen onzin is, moeten we de conclusie trekken dat die niet oneindig doorgaat. Net zo goed als die veer niet oneindig omhoog gaat of oneindig omlaag, maar een slingerbeweging maakt, een sinusoïde beweging maakt. Zo zal ook die beweging, die uitdijende piramide, eens een eindpunt moeten vinden, als deze wetmatigheid tenminste geldt. En zo ontstaat het volgende beeld, wat u in oude Oosterse religies terugvindt, van een ademende kosmos, dat vanuit die poort een kosmos ontstaat. Steeds verder uitdijdt, maar dan op een gegeven moment zijn hoogte, zijn maximale expansie bereikt. En dan vervolgens, en ik formuleer het meteen in woorden zoals dat in esoterische leren is terug te vinden, al het bestaande in één machtige keer weer terugtrekt naar zijn oorsprong. Om vervolgens opnieuw weer uit te ademen en tenslotte weer al het bestaande in één machtige keer terug te trekken naar zijn oorsprong. En die beweging gaat eindeloos door. Een ademende kosmos, zeggen Oosterse religies, maar ook Goethe spreekt van een ademende kosmos. En ieder deelverschijnsel, topje van zo'n deelpiramide, moet per definitie dan natuurlijk ook ademen. Tot wij mensen toe, die
in het leven ademen, in het uitademen en op een gegeven moment weer naar onze oorsprong teruggaan. Om vervolgens, zegt de esotericus, weer op een of andere wijze terug te keren. Zoals de dagen zich aaneenrijgen, zoals de jaren zich aaneenrijgen, zoals alle bewegingen in de kosmos deze sinusoïde steeds weer tonen. En al die verschijnselen zijn energetische verschijnselen. Nu is het belangrijk, voordat wij verder gaan, ons te realiseren dat die energetische verschijnselen volgens twee variabelen veranderen. Volgens de amplitude en de frequentie. De frequenties zijn steeds, ze vertonen allerlei variaties. Reeds in onze fysieke wereld kennen wij die verschillende frequenties. We hebben de vaste stoffen, de vloeistoffen en de gassen. En daar reeds van weten we dat de vaste stoffen het meest trage energetische element in zich heeft. De moleculen hebben al een grotere beweging bij de vloeistoffen en bij de gassen is dat nog sterker. Dan zegt de esotericus, dan houdt het niet op. Maar het gaat door. Alleen dan manifesteren de energieën zich niet meer in onze materiële wereld. We ontstijgen aan datgene wat wij de materiële wereld noemen, de fysieke wereld. Maar er is een as van frequenties waarlangs energieën steeds weer te vinden zullen zijn. En als we bij hogere frequenties komen en dus onze fysieke wereld verlaten, komen wij in een wereld waar we bijvoorbeeld de levenskrachten vinden. Gaan we naar nog hogere frequenties, vinden we ineens daar onze emoties. Nog verder onze gedachten. Hoe die volgorde ook mogen zijn, daarover later meer. Eén ding is duidelijk, dat alle verschijnselen in de kosmos, tot en met de goden of hoe de dichters dat ook hebben benoemd, alle verschijnselen moeten langs deze as van frequenties ergens een plaats hebben. En nu hebben de esoterici die as van frequentie opgedeeld in stukken. En die noemen ze de verschillende werelden. Waarbij de laagste frequenties te vinden zijn in onze fysieke wereld. In dit hiërarchische opbouw van werelden is dan ook onze fysieke wereld de laagste in de hiërarchie. En dat onderscheid in verschillende werelden is van groot belang. Dat zult u ook straks wel merken. Nu, geen nieuwe gedachten, maar wel andere woorden. De esotericus spreekt vaak van verdichtingsgraden. En als u literatuur die zich op dit gebied begeeft, leest, dan zult u dat woord ook regelmatig tegenkomen. Verdichtingsgraad is gewoon een ander woord voor frequentiegebied. Waar de frequenties laag zijn, dus de bewegingen traag zijn, daar is de verdichtingsgraad hoog. Maar wij zijn gauw geneigd om juist de tegenstelling te zien tussen geest en materie. Waar wringt nu de schoen? Materie, zegt de esotericus, is geest, zij het, in de grootste verdichtingsgraad gevangen, gekluisterd. En dan noemen we het materie. Dat verklaart ook Einstein zijn definitie of zijn formule. Dat ook massa in wezen energie is. Zij het in de grootste verdichtingsgraad met de laagste frequenties, je zou ze kunnen zeggen, gekluisterd. En dan ontstaat natuurlijk het verschil tussen materie en geest. Maar eigenlijk is het geest enerzijds in de grootste verdichtingsgraad, anderzijds in hogere verdichtingsgraden, geringere verdichtingsgraden in hogere frequenties gevangen. Wel, laten wij ons verhaal vervolgen met die ademende kosmos, waar dus al deze energieën in te vinden zijn, waar geest en materie in te vinden is. Deze kosmos die vol is van verschillende werelden, van verschillende verdichtingsgraden. Die ademende kosmos, ik ga geen nieuwe gedachte introduceren, maar ik ga het weer anders formuleren. Blijkbaar heeft het hoogst ontkenbare, als ik die ademende kosmos waarneem, eens in een oerverleden de noodzaak gevoeld, de drang gevoeld, de wil gehad, dus maar net hoe je het wil formuleren,
om zich in een schepping te manifesteren. Er is dus iets van een soort manifestatiedrang, om het een beetje populair te zeggen. Wanneer is die manifestatiedrang nou optimaal? Vergeeft u me dat ik het populair zeg. Die manifestatiedrang is optimaal wanneer het hoogst ontkenbare in de grootste verdichtingsgraden de hoogst mogelijke energieniveaus weet te bereiken. Dat is misschien een grote sprong en die wil ik dan ook verduidelijken. Als we een beeldhouwer en een componist naast elkaar zetten, dan is het voor een beeldhouwer veel moeilijk om in steen, dat materiaal met die hele grote verdichtingsgraad, beweging uit te drukken, dan voor een componist om dat in zijn materiaal geluid te doen. En dat heeft niets te maken met de kwaliteit van deze twee kunstenaars, dat heeft alleen maar te maken met de kwaliteit van het materiaal waarin ze zich uitdrukken. Het is dus een veel grotere prestatie om een hoog energieniveau als beweging in steen uit te drukken, dan dat in een materiaal met een geringere verdichtingsgraad te weten klank. En met dit voorbeeld neem ik aan dat het voor u duidelijk is, mijn stelling, het hoogst onkenbare slaagt het meest in zijn manifestatiedrang, wanneer het in steeds grotere verdichtingsgraden steeds hogere energieniveaus weet te bereiken. Concreter vertaald naar ons leven, er moet tot in de fysieke wereld, door de wezens die daar leven, door de energieën die daar zijn, een steeds hoger niveau, energetisch niveau worden bereikt. Om nu verder te kunnen gaan, moeten we dat energetische niveau verder uitwerken. Wat voor energieën zouden hier in beschouwing moeten worden genomen? Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende tweedeling. Volgens de tweede wetmatigheid. Een yang-energie en een yin-energie. Een mannelijke energie en een vrouwelijke energie. En het initiatief komt altijd van de mannelijke kant. Van het mannelijke principe. En het vrouwelijke spiegelt daarna, reageert. Het vrouwelijke zal nooit iets anders spiegelen dan het mannelijke eerst heeft uitgestraald. Als dus de mannelijke energieën verhoogd worden in de verdichtingsgraad als de fysieke wereld, dan zullen de vrouwelijke als vanzelf volgen. Dus primair moet de mannelijke energievorm worden verhoogd. En dat noemen wij gewoon bewustzijn. Weer misschien een grote stap voor u, ik zal het nader verklaren. Laten we eens beginnen met ons af te vragen wat onbewustzijn is. Een wezen dat onbewust leeft. Dat is een wezen wat in wezen gestuurd wordt door hogere hiërarchieën. Uit het wezen zelf als individu presteert het niets. Vanuit eigen initiatief doet het niets. Alles wat er met dat wezen gebeurt, gebeurt onbewust. Het is een sturing die van hogere hiërarchieën komt. Vanaf het moment dat in dat wezen iets van eigen initiatief komt, gaat er een vorm van bewustzijn spelen. Bewustzijn is daarom niets anders dan de mannelijke kant, het mannelijke aspect van energie. En dus mag ik mijn stelling nu in andere woorden, de volgende woorden uitdrukken. Het hoogst onkenbare is het meest succesrijk in zijn manifestatiedrang, wanneer een steeds grotere verdichtingsgraad, en laten we zeggen dus in de fysieke wereld, het bewustzijn steeds hoger wordt. En alle wezens die in die wereld leven, zullen daar dus aan onderhevig zijn. Of mijn axioma's zijn fout en het hele verhaal deugt niet. Dus voor ons mensen geldt bijvoorbeeld dat ons hele leven draait om bewustzijnsverhoging. Maar in wezen natuurlijk ook voor de dieren, voor de planten. Alleen dat is voor ons moeilijker te vatten. Als het energetische niveau verhoogd moet worden, waar komt dat, die energie vandaan? Ja, die moet natuurlijk van boven komen, van hogere hiërarchieën. Dat betekent dus dat de hogere hiërarchieën in de hele kosmos zich moeten verlagen, tussen aanhalingstekens, opdat de lagere hiërarchieën zich kunnen verhogen. Ook dat zal ik met een voorbeeld illustreren.
gewoon uit het leven gegrepen. Iemand heeft Frans gestudeerd, heeft zich met de mooie Franse literatuur kunnen bezighouden, gaat op school lesgeven, en wat moet hij dan doen? Hij moet zich verlagen, tussen aanhalingstekens, tot de ordinaire grammatica, opdat die kinderen zich kunnen verhogen. En eens wellicht zich ook met die mooie literatuur kunnen bezighouden. Of nog concreter voor u waarschijnlijk allemaal. Je bent eindelijk volwassen geworden. Haha, eindelijk volwassen. Je trouwt, je krijgt kinderen. En dan moet je je verlagen. Tot kinderlijke spelletjes. Opdat die kinderen zich kunnen verhogen. Een serieuzer voorbeeld. De Christus heeft zich aan het kruis laten slaan. Heeft zich verlaagd, tussen aanhalingstekens. Door zich aan dat kruis te laten slaan. Opdat wij ons met dat beeld kunnen verhogen. De Egyptische godheid Osiris heeft zich in 7 mootjes laten hakken, opdat de Egyptische mens zich aan dat beeld kon optrekken. En dit beeld speelt in de hele kosmos een rol. En diegenen die mijn voordrachten over de Ring des Nibelungen van Wagner hebben gehoord, kunnen zich misschien nog herinneren dat de hele structuur van de hele karakterontwikkeling gedurende 4 opera's weer te geven is door het convergerende proces. Hoe de hogere hiërarchieën steeds verder afdalen, opdat de lagere hiërarchieën zich steeds verder kunnen verheffen in hun bewustzijnsontwikkeling. Dit convergerende proces vinden we dus in alles in het hele leven. En nu komen we tot heel belangrijke slotconclusies. Namelijk, we kunnen nu antwoorden geven op de vragen hoe de verschillende hiërarchieën ten opzichte van elkaar moeten staan. Welke plichten en rechten ze ten opzichte van elkaar hebben. En laten we het maar heel concreet houden, want het gaat uiteindelijk om ons mensen. Deze verhalen gaan om ons mensen. Ik wil alleen maar met mijn betoog aangeven dat de wetmatigheden op alle niveaus gelden. Laten we de mens nu eens zien tussen enerzijds de hogere hiërarchieën die de dichters meestal met goden betitelen. En vooral in het verleden met goden hebben betiteld. En anderzijds de lagere hiërarchieën zoals daar bijvoorbeeld zijn de dieren en de planten enzovoorts. De goden die niet in de fysieke wereld leven, daar zijn hun frequenties te hoog voor om zich hier te kunnen manifesteren. De verdichtingsgraad is hier te hoog, net zo goed als je water sterk gaat verwarmen, dan kan het niet meer in de vloeibare fase bestaan en gaat het in damp over. Zo zijn de goden zodanig hoge energieën dat ze zich in de fysieke wereld niet kunnen manifesteren. Die goden hebben in hun opdracht, in hiërarchische opdracht in die hele piramide, de opdracht om ervoor te zorgen dat in lagere hiërarchieën, in grotere verdichtingsgraden, wezens ontstaan die al daar een leven kunnen opbouwen en uiteindelijk een bewustzijnsontwikkeling kunnen doormaken, zodat zij hun opdracht eens kunnen vervullen, namelijk in die grotere verdichtingsgraad, het bewustzijn brengen wat voorheen alleen de goden hadden. Het is in wezen een beeld wat we allemaal uit het leven kennen. Als we bijvoorbeeld zien de verhouding tussen ouders en kinderen. Zo goed als ouders de plicht, u begrijpt wel hoe ik dat bedoel, dat woord plicht tussen aanhalingstekens, de plicht hebben om kinderen op de wereld te zetten en vervolgens de voorwaarden te stellen dat die kinderen hun eerste ontwikkeling beschermd kunnen doorwerken. Zo hebben de goden in eerste instantie de plicht om ervoor te zorgen dat die energievormen in de fysieke wereld ontstaan, de mensen ontstaan, en vervolgens de voorwaarden te scheppen om de mens in zijn eerste fase van bewustzijnsontwikkeling bij te staan, om van onbewust wezen tot een eerste bewustzijn te komen en de, je zou kunnen zeggen, de jeugd in die bewustzijnsontwikkeling door te maken. Maar dan hebben ze ook de plicht om het goede moment te weten waarop ze zich moeten terugtrekken. Gelijk de ouders zich eens moeten terugtrekken en die kinderen vrij de wereld in moeten laten gaan. En dat vinden we in het beeld van de godenschemering. Zowel in de Griekse als in de Noord-Europese mythologie vinden we dat beeld heel duidelijk terug. De goden trekken zich terug, de godenschemering treedt in en dan moet die mens het zelf doen. Dat zijn
Rechten die de mens hebben, de mens heeft ten opzichte van de goden. Plichten die de goden hebben ten opzichte van de mens. Nu die mens zelf, die heeft weer verplichtingen tegenover zijn medemensen. En welke is dat? Onze opdracht is ons bewustzijn optimaal te ontwikkelen. Bewustzijn is de mannelijke aspect van geest. Bewustzijn is het vermogen om scheppend werkzaam te kunnen zijn. Het zijn drie woorden, maar ze betekenen allemaal hetzelfde. Scheppend vermogen, bewustzijn of de mannelijke kant van geest. Precies hetzelfde. Wanneer kan de mens optimaal scheppend werkzaam zijn? Oftewel, wanneer kan die optimaal zijn bewustzijn ontwikkelen? Als niemand hem meer tegenhoudt. Als die volkomen vrij is. Een kunstenaar die geblokkeerd is, kan geen creaties maken. Een mens die geblokkeerd is, kan zich niet vrijelijk ontwikkelen. Dat verklaart ook waarom ik u geen enkele dogma mag opdringen. U moet uw eigen vrijheid daarbij hebben. Anders zou ik u juist blokkeren. Vrijheid en onafhankelijkheid zijn daarom ook fundamentele voorwaarden om die bewustzijnsontwikkeling door te kunnen maken. Al de vrijheidsstrijd die we op het moment in onze wereld op zoveel plaatsen zien, of dat nu geldt de vrijheid die de vrouw zoekt, de vrijheid die de individuele mens zoekt, de vrijheid die we steeds meer aan de jeugd willen geven om ze als zelfstandige mensen te zien en niet meer in het hiërarchische systeem van de verschillende generaties. De vrijheid die we in het bedrijfsleven zien, in de hele maatschappij, om die hiërarchische structuren steeds meer af te breken. Of de vrijheid die volkeren zoeken. Het zijn geen modeverschijnselen, maar het zijn fundamentele ontwikkelingen die direct verband houden met de bewustzijnsontwikkeling die we doormaken. En de liefde is daarom ook niet voor niets het sleutelwoord van de hoogste wijsheid in al dit soort verhalen. Ik heb het niet over verliefdheid. Dat mag heel leuk zijn. Maar verliefdheid is juist dat je de ander wil zien zoals jij hem in je geest creëert. En dat is het tegendeel van wat de ware liefde is. De ware liefde, zoals heel veel heldinnen ons dat probleem ook op hun bordje krijgen in symbolische verhalen. De ware liefde is juist dat je je medemens volkomen accepteert zoals hij is. Onvoorwaardelijk moet de liefde zijn, wil hij de ware liefde zijn. Dan pas laat je je medemens vrij. Dan pas geef je hem de gelegenheid om zijn bewustzijnsontwikkeling door te maken. De ware liefde is onbaatzuchtig. Onafhankelijk van de wijze waarop die wordt beantwoord. Onafhankelijk of je partner nog in het leven staat of niet meer. Onafhankelijk of die hier naast je staat of in Zuid-Amerika staat. Een thema wat in menig symbolisch werk een grote rol speelt. Vrijheid, onafhankelijkheid en de onbaatzuchtige liefde zijn dus voorwaarden voor die bewustzijnsontwikkeling. Wel, en die hebben wij elkander te geven. Want we waren bezig om de verschillende plichten en rechten tussen de verschillende hiërarchieën te bezien. Wel, de plicht die we hebben ten opzichte van onze medemens en het recht wat we hebben ten opzichte van onze medemens is dat we elkaar die vrijheid bieden. En in onze maatschappij wordt er aan alle kanten omgevochten. En tenslotte, naar de lagere hiërarchieën, hetgeen iets gecompliceerder is om te beschrijven, maar laten we het beperken tot de dieren- en de plantenwereld. Die hiërarchisch gezien één stapje lager staan dan wij. Daar hebben wij precies dezelfde plichten als de goden ten opzichte van ons. En als ik dat zo formuleer, zitten we eigenlijk precies in wat wij onze milieuproblematiek noemen. Want zolang wij die lagere hiërarchieën nog baatzuchtig benaderen, zolang wij de dieren- en de plantenwereld nog voor ons eigen gewin proberen te beïnvloeden, gebieden wij hun niet die vrijheid die ze nodig hebben. En het is niemand minder dan Wagner weer geweest die in zijn laatste grote muziekdrama, de Parsifal, waar we in een visionaire toekomst zijn, waarin de mens die vrijheid niet alleen maar aan zijn medemens weet te bieden, maar aan de hele natuur, waarin Goernemans dan ook kan zeggen, op Goede Vrijdag tegen Parsifal, die de hele natuur om zich heen ziet opbloeien. Het is ook Karfreitag, Goede Vrijdag.
En waarom bloeit de hele natuur op? Wel omdat alle creatuur zijn entzündigung und entzündung heeft gevonden. Alle levende wezens vinden hun vrijheid, worden niet meer gedwongen anders te zijn dan ze vanuit hun eigen wezen behoren te zijn. Daarom kunnen ze zich allemaal vrijelijk ontwikkelen en kunnen hun intrinsieke, optimale schoonheid tonen. Wel, dames en heren, u ziet hoeveel je vanuit dat ene symbool van de Tai Chi, met zijn, dan in mijn geval, 5 axioma's, 5 wetmatigheden, hoeveel je daar logischerwijze uit kunt opbouwen. Een hele cosmologie is er als het ware uit op te bouwen.